En Mr. Raket ook trouwens, die staat er ook op online. Mr. Raket heeft ook op de website gezet die er niet is. Dus dat zijn er drie. Sowieso. Ja. Onderbroek 08 in Rijlen. Tycho en... Die kwam nog. Ja. Moest even wachten. Rylan X of zo. Een onderbroek, ik weet niet of die er al in zit. Nee, ook nog niet.
Ja, dat is moeilijk hoor. Op tijd zijn. Setup. Veel geluk, hè? Zoiets, ja. Iedereen maar, hoor. Dat is wel mooi. Finish met twee rijders. Oh, nou. Oh. Vrij die kan stoppen en wint nog steeds, man. Vier mensen. Pff, zo druk hoor. Vijf. Ja. Hey, dat is toch wel 1/3 van alle mensen. Hou maar laat zich op. Geen idee.
close to using up the load. Pit in within 2 laps. Ja, dat telt die tijd erop. Het is makkelijker als je gewoon gelijk de pit ingaat, om eerlijk te zijn. Wels volgens mij. Ja, bij mij ging het ook niet regenen. Als het goed is, geen wolkje aan de hemel. Ah, kutbocht. Fantastic. That was the fastest lap. You've dropped down to P2. Toch wel.
Okay, let's go. Toch een snellere tijd neerzetten, dan zijn ze alleen maar beter af met de Super Sonic. Goed om te weten voordat je de race begint. Is de blauwe auto, dan ben ik het. Dat hoop ik niet. Telt dat ook? Toch nog even, ik ben een 100ste seconde sneller op mijn superstars. Mag ik toch nog wel even de compound starten? Kevin, gaan we nou naast elkaar rijden? Er komt wel een auto aan. Ja toch. Oh, komt nog iemand aan. Okay, we don't think we're far
met een halve minuut langzaam. Vierde plek starten moet lukken. Your radar is showing that light rain will start falling out on track very soon, around 2 minutes till we see rain. Oh. Oh hey. Dan. Hey, wacht. Ik heb even de snelste eerste sector. Oh. Er is één iemand die rijdt op een nieuw setje banden zo meteen. Van degene die hebben gekwalificeerd. Oké. Okay. Doe je in die ene bocht? Voor afsnijden of waarvoor? Waarvoor? Voor afsnijden of? Ja, dat maakt niet uit. Het is over. Oh hey, het regent.
die wachten we. Iedereen even uitkijken in de eerste bocht zo meteen, dan... Okay, how was the pull away? You'll have a bit more grip. Oh, waarom zijn mijn banden zo koud? Hoe moeilijk kan het zijn om genoeg afstand te houden? Dan moet je die er maar gauw afrijden. Oh nee, wacht maar, geen 5 laps aan het doen. Laat maar zitten. Kevin. Kevin is een Iceman waarschijnlijk. Jij hebt de meeste tot nu toe nog gewonnen, dus ik denk het niet. Kevin. Kevin heeft er eentje en heeft hij niet gewonnen. Toen was hij derde.
Oké, okay, daar gaat hij dan. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Nou, ik rijd niet mezelf eraf. Laat maar, ik heb een wind niet. Nou, misschien niet, maar... Ja, je moet je er echt over verbazen hoe goed GB6 kan rijden. Dat is hetzelfde als België. Dacht ook iedereen op Eau de Rouge eruit, maar dat viel ook best mee. De meeste hebben hem gewoon uitgereden. Kevin, je raakt hem. Ja, op de start zeker. Ja, dat is altijd zo.
couldn't see any rain, but if a storm front does appear, then we'll let you know. Nou hoor je oud te blijven, hè? Dat je het even weet. Dat je het op de baan te blijven. Het is gewoon dat je op een setje supersoft moet rijden, toch? Deze race voor mandatory tijd. Het is niet zo dat je op een nieuwe set supersoft moet rijden. Nou ja, ik ben op supersoft begonnen en de mandatory tijd is sowieso een supersoft. Als ik nou naar ultrasoft ga, kan ik hem dan uitrijden? Ik zit nou op 20% met mijn banden in ronde 6 op de supersoft. One of the McLarens is up next. Okay, distance to teammate, 43.7 seconds.
Kom op, Danny, zet hem er even tussen. Waar je nou op... Waar rij je op dan? Ultrasops? Waar je nou op dit, hè? Nee, geen safety car. Auto is weg. Gaat best goed hier. Wat ik had verwacht. Kevin. Ja.
Hoeveel slomen zijn de softs hier eigenlijk? 2 seconden of zo, toch? Dan heel graag. Ja, als het 2 seconden is, dan zijn er nog steeds 10 rondes extra die je moet rijden. Sneller. Oh, dat gaat goed. Glitch waarschijnlijk. Je rijdt echt niet op een klapband van als je normaal rijdt. Ik was echt net voorbij de pitlane. Ja, ik denk ik rijd nog 1 ronde door, maar ja. Toen was ik er al voorbij toen je hem eruit reed. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag.
Kevin. PSC ending. Wait for green. But Kevin's taking well. Iceman Kevin. Seconde op nummer 2. Hij heeft die dingen dat hij hem terug moet geven. Bij mij ook. Hey, wat is dit met die baan dan? Waarom is het nog steeds schil? Come on, the fuck, Evan! Come on! That was our last stop. No more scheduled pit stops. Hi, Kevin. What? Ja, maar toch, maar ik ben niet onder de safety car, dus ik ben nog best blij dat er zo is uitgekomen. Maar je kan gewoon inhalen met een gele baan, terwijl het gele vlaggen zijn. Oh, dan kunnen we gewoon doorrijden, ja. Als je toch gewoon mag inhalen, dan... Oh god, wat de... Oké, dankjewel, auto, voor het... Onverwachts. Thank you.
Oh, hi, Kevin. Ja, je kan ook de penalty pakken. Jawel, maar dan ging je, dan haal je hem net in bij een bocht en dan snij je net een stukje af, zeg maar. Nee, inhalen kan gewoon.
just managed the gap to the car behind. We think he's got a time penalty. The gap to the leader is 10.8 seconds. Danny kan inhalen, toch Danny? Nee, Danny. Ja. Ik rijd los, ik heb echt geen idee. Wie rijdt de laatste? Als die nou even uitcrasht, dan misschien we dan weggaan. Het ligt wel aan wie je inhaalt. Ik kreeg het ook, maar omdat ik dan iemand inhaal die al helemaal achteraan rijdt, zeg maar, die gelette car inhaal, leer niet uit. Dan moet dat wel gebeuren, weet je. Als dat niet gebeurt, dan heb je voor niks eraan. Niemand die drie zijn nodig. Zou dat ene stukje zo meteen gewoon een normale pad? Daar hebben we een safety car. We need to keep a positive delta here. Slow down, maintain a positive delta. Nou, hopen dat hij nou dus gewoon groen wordt of normaal wordt. Nou ja, hij is geel, maar we zitten nou in een safety car. Dus.
my food slab. We're going green. Maintain positive delta until the green flags. Well, DRS, man. Balance is still. Wat bij jou is die normale kleur? Dus we zijn. Nou. Voor plezier met inhalen in dat geval. Eerder had geremd en omdat het rechte stuk gewoon bij hem voorbij was gegaan. Zeker weten dat het geen lag is. Ja, Joe Fox die heeft left. Nou, ik rijd vooraan met 9 seconden speeding, dus ik weet niet of dat. De eerste drie hebben nog geen last van elkaar, die hoeven daar niet in te gaan. Nou ja, hij wordt misschien zo. Waarom ghost ik het niet? Pak anders gewoon die penalties, haal gewoon in, pak die penalties en laat ze kwijtschelden door de VIA. Tenzij je gedisqualificeerd wordt, maar dan moet je heel vaak gaan inhalen. Ja, nou, sorry dat ik er net pas op kom. Ik krijg een drive-thru. Oh, ik dacht dat je gewoon. Gelapte auto's, als je iemand lapt kan je nog steeds inhalen. Nee, ik bedoel, als een lapt auto kan iemand inhalen. Als ik nou zeg maar bij iemand kom, ik rijd eerst, dan kan ik die gewoon inhalen. Ik wel, anders zit ik erachter. Ik rijd nog steeds gewoon eerst. Ja, maar ik heb 10 seconden speling op de eerste plek voor 6 rondjes. Dit is nog voor Italië waar ik 10 seconden kreeg in de laatste ronde. Receive a penalty.
Nou, ik kan het, nou kan ik het ook niet. Toen ik dingen zin hadden we het wel. Ik mag nou ook niet meer in al. Ik rijd eerst, maar nou mag het niet meer. Want dit, de rest redt ook gewoon snel. Dat was dan waarschijnlijk gewoon Joe Fox die gewoon heel snel reed dat ik te snel van weg reed. Wanneer zijn blauw, zeg even wanneer blauwe vlaggen weg zijn. Dan, dat betekent ook dat je gedisqualificeerd wordt na een tijdje. Krijg je hem dan gewoon uit? Want ik kan wel gewoon doorrijden. Mooi voorbij, dan niet een beetje dan langs, maar wel verder voor dan. Met gele vlaggen werkt het zo dat als iemand heel snel voorbij je gaat rijden, dan is het geen illegal overtake meer.
We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 48.9. Ik wil hem nog wel graag uitrijden. Als ik dat ga doen, dan crash ik hem sowieso. Ik ook niet, ik heb hem in lean staan. Nog steeds. Die is al in de Formule 1 auto zitten. Ah, verkouden. We have two laps of fuel. Laatste ronde. Wauw. Ja, nee, ik bedoel, het is de laatste ronde. Dan. Net zo goed gewoon een rondje kunnen wachten. Gewoon er langs rijden. Als je hem te ver langs rijdt, dan gaat hij weg. Nee, net komt door jezelf met je telefoon zo. Nou ja, nu heel weinig. Wie was dat ook alweer? Wie reed hem eruit?
Pat. Yes. Ja. Nou, het ligt eraan wie. Ik kon Joe Fox inhalen, maar ja, die rit heel sloom, dus dan gaan die gele vlaggen gewoon weg. En op een gegeven moment de roel ook, omdat die ook met een lekker band reed. Voor de rest niet. Ja, ik heb gewonnen. Ik weet niet of het wel gaat tellen. Kutzo, ik had echt een voorsprong van 10 seconden met de gele vlaggen toen de gele vlaggen kwamen.